Hoi, vandaag gaan we het over de bunny schoentjes hebben en bepaalde onderwerpen komen aan bod. En zo beginnen we bij de loopzolen. Ja, klopt. Nou, bunnies maken gebruik van 3 loopzooltjes. De baby, de tussenzool en de straatzool. De babyzool die wordt gebruikt bij kindjes die nog niet loslopen of die al goed aan de tafel staan, een klein beetje rond de tafel stappen als het ware. Deze die zijn anti-slip, waardoor ze niet wegglijden. En vervolgens zijn deze ook lekker soepel, waardoor ze niet als een belemmering aanvoelen voor die kleintjes. De tussenzool, die kunnen gebruikt worden, die zijn iets universeler in gebruik. Die kunnen echt een wat grover kindje, wat sterker kindje, maar wat sterkere voetspiertjes gebruiken. Als ze nog net niet loslopen, dus dat betekent dat ze echt al 3 maanden goed rond de tafel lopen. Of op het moment dat ze net loslopen, tot aan zeg maar 2 maanden goed zelfstandig loslopen. Deze zijn niet steviger? Ja, die zijn ook een stukje steviger als het ware. En die kunnen dus ook buiten al gedragen worden als het ware. Nou, de straatzooltjes die zijn echt gemaakt voor de kindjes die minimaal 3 maanden goed loslopen. Die zijn ook een stuk steviger, die zijn een stuk zwaarder en die zijn ook een stuk slijtvaster. En dat is ook belangrijk, want die kindjes die gaan natuurlijk ook echt buiten lopen in die periode. Ja, dat klopt. Daarnaast hebben ze een bunny schoentje van volledig leder gemaakt. Dat hebben ze gedaan zodat het schoentje mooi om de voet vormt. Ja, dan krijg je een juiste pasvorm. Daarnaast helpt het natuurlijk ook zeker tegen transpireren, wat dan weer eventuele infecties of stinkvoetjes kan voorkomen. Ja. Dan heb je ook de binnenzooltjes, die zijn ook van volledig leder. Ja, klopt. Nou, bunnies maakt gebruik van de babyschoentjes tot aan de straatschoentjes van dezelfde binnenzooltjes. Deze zijn voorgevormd, wat mijn zusje al zei, ze zijn mooi leder, lekker stevig, dus ze nemen goed vocht op. Dus wat dat betreft zijn dat hele fijne binnenzooltjes die ook goed te gebruiken zijn en ook eventueel goed aan te passen zijn. Ja, nou dit was onze blog over de bunny schoentjes. Wil je meer weten, meld je aan op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste nieuwtjes. Ja, tot ziens! Tot de volgende keer!